Lucy vindt het heerlijk als haar grote zus haar voorleest. Maar ze heeft het nu te druk op Instagram om aandacht aan Lucy te besteden. Laten we eens kijken hoe ze het vindt als het internet wordt afgesloten. Dit is het einde van Summer's leven. Oef, ze heeft het gehaald. Summer wil Lucy afleiden met een spelletje verstoppertje. Het heeft gewerkt. Waar Lucy zich ook verstopt, Summer zal haar snel vinden. Dit is moeilijker dan het lijkt. Waar kan ze zijn? Lucy is nergens te vinden. Summer begint zich zorgen te maken. Nou, ze is altijd goed geweest in dit spel. Summer moet stiekem doen. Lucy kan het probleem niet onopgelost laten. Het kost Summer maar een paar minuten om haar te betrappen. Hebbes, wacht even. Dat is mama. En ze is boos op Summer omdat ze zo'n makkelijk probleem niet heeft opgelost. Mama heeft geen idee dat Lucy vermist is. Papa is zo druk met zijn favoriete spel dat het hem niet eens kan schelen hoe oncomfortabel de bank is. Hij moet gewoon winnen. Mam wordt gek. Waar is Lucy? De zoekactie was al succesvol. Papa vond een willekeurige jongen. Waar heeft hij hem vandaan? Weet je echt niet hoe je eigen dochter eruit ziet? Dat is duidelijk niet Lucy. Het maakt pa niet uit wie hij gevonden heeft. Hij wil terug naar zijn spel. We moeten deze jongens terugbrengen. Waar is Lucy? Mama wordt gek. Weer die jongen. Papa is nutteloos. Wie is dit? Deze man is zijn zoon kwijt. Waarom blijven kinderen verdwijnen? Wow, vaders kunnen zo nutteloos zijn. Ze geven alleen maar om videospelletjes. Summer vond Lucy's dagboek en ze staat op het punt te lezen. Dat is raar. Lucy! Ze komt er niet uit. Hier is de sleutel voor een dagboek. Summer staat op het punt Lucy's geheimen te ontdekken. Het lijkt erop dat er geen geheimen in staan. Maar dat is er wel. Een verhaal over Lucy's leven. Summer vermomt zich als marshmallows. Lucy's favoriete snack. Lucy is er nog niet. Alleen de conciërge. Hij heeft daarop gemerkt. Hey conciërge, dit is geen vuilnis, dit is Summer. Misschien als hij zijn bril droeg, was dit niet gebeurd. Een paar geroosterde marshmallows redden altijd de dag. Om Summer en mama op te vrolijken, bracht papa een schattige vervanger mee naar huis. Hij is geen Lucy, maar Summer en mama zijn tenminste wat afgeleid. Misschien kan deze nieuwe vriend helpen Lucy te vinden. Hij is ons op het spoor. Gaat dit lukken? We hebben een mirakel nodig. Dit kleine ventje laat papa rennen. Ze hebben iets gevonden. Dus, waar is Lucy? Ze is niet zo'n grote jongen. Ze kan geen videospelletjes spelen. Deze jongen lijkt niet op haar. De hond kan het niet mis hebben. Het vest lijkt op dat van Lucy. Maar hey, nu ik hier toch ben, mag ik meedoen? Wauw, hij is echt verslaafd. Summer probeert aanwijzingen te vinden in Lucy's dagboek. Hier is een foto van de eerste keer dat ze haar veten strikte. Summer herinnert zich die dag. Het was de eerste keer dat ze Lucy voor de gek hield met haar schoenen. De herinnering maakt Summer verdrietig. Oeps, wat? Wie heeft dit gedaan? Hoe kon dit gebeuren? Is Lucy ergens in het huis? De hele familie zoekt overal. Papa zag iets. Dit is dezelfde paraplu die Lucy had. We moeten haar naar huis brengen. Maar papa wil zich niet haasten. Waarom kom je naar beneden als je een hengel hebt? Dit is indrukwekkend. Op een keer ving papa een grote witte walvis. Maar hij is ontsnapt. Daarom heeft niemand hem gezien. Maar iedereen zag dat hij het meisje van de straat binnenhaalde. Ze heeft dezelfde paraplu als Lucy. Gênant. Je kunt door de deur weer weggaan. Lucy's paraplu ligt hier. Dat was niet goed. We halen alles uit de kast om Lucy te vinden. We stoppen niet met zoeken. Lucy is ergens alleen, doodsbang. We mogen nu niet opgeven. Papa is nu hard aan het zoeken. Hij heeft net iets gevonden. Is het Lucy?
Nee, het is gewoon een gewicht voor zijn halter. Hij is het vorig jaar verloren. Hij heeft eigenlijk al zijn gewichten Lucy genoemd. Is dat niet lief? Summer zoekt nog steeds naar hints in Lucy's dagboek. Lucy speelde graag op mama's werk. Daar moeten we ook kijken. Summer dacht dat ze iets gevonden had, maar het was gewoon een afleidingsmanoeuvre. Iemand probeert binnen te komen. Misschien is zij het wel? Summer denkt dat het Lucy is. Nee, dat is het niet. Het zoeken naar Lucy put ze uit. Ze moeten sterk blijven, zodat ze kunnen blijven zoeken. Het kan niet waar zijn. Het is Lucy. Wakker worden. Ze hebben te veel energie verspild. Lucy kan ze nu in de maling nemen. En ze wakker maken. Het spel is nog niet voorbij. Blijf kijken. Ze zijn zo grappig. We moeten Lucy's kamer doorzoeken. Huh? Een prinsessenhuis? Summer heeft het nog nooit gezien. Het is vrij ruim. De muren hebben een mooie kleur. Iemand is hier binnen. Maar wie? Het is Lucy. Op een tablet. Iedereen is zo druk met zoeken dat ze vergeten zijn te ontbijten. En ze merken hun doelwit niet eens op. Nou, het is tijd voor het ontbijt. Dit is het ontbijt van kampioenen. Hoe kan ze zoveel eten? Lucy houdt meer van zoetigheid dan van wat dan ook. Vergeet niet op te drinken en dan rennen. Eindelijk, ze staan op het punt te ontbijten. Maar alles is op. En natuurlijk geeft iedereen papa de schuld. Papa wil kijken waar nog nooit iemand heeft gekeken. Wat als er iets vreemds in de gootsteen zit? We kunnen het niet uitsluiten. Lucy is goed in verstoppertje spelen. Heeft Huggy Wuggy haar daarin getrokken? Nee, het is gewoon een loodgieter. Hier is de schoonmaakrekening. Papa heeft weer de verkeerde vis gevangen. Wat? Summer heeft een sneaker gevonden. Oh, dit is gewoon het sanitair. Gebeurt elke keer. Summer mist haar zusje. Lucy was zo lief. Ze kan het niet helpen dat ze huilt. Hier is het briefje waarop staat waar ze zich verstopt. Maar Summer's tranen hebben het doorweekt. En nu is het onleesbaar. Lucy's familie geeft het op. De bank is de laatste tijd zo ongemakkelijk. Nu staat de familie eindelijk op het punt om 911 te bellen. Wacht even. Mam heeft Lucy's bril gevonden. Misschien is ze hier ergens? Oh, ze hebben niet onder de bank gekeken. Daar ligt ze. Oh, ze slaapt. Daarom was de zetel zo ongemakkelijk vandaag. Lucy verstopte zich eronder. Eindelijk zijn we allemaal samen. Laten we een film kijken. Er was eens een tijd dat Monica werkte als een dienstmeisje. Dan had ze echt geluk. De huiseigenaren gingen op vakantie. En zo snel genoeg trok ze met haar familie erin. Dus plotseling werd haar arme familie superrijk. Monica voelde zich helemaal thuis in iemand anders zijn huis. Met al die dure spullen verloor ze haar verstand. Dat is wat er gebeurde met die rare fles. Ze dacht dat het parfum was. En Monica is niet de enige. Haar man heeft de vloeistof ook op zichzelf gegoten. Het ruikt heerlijk. Maar tegen de tijd dat de fles bij Caroline aankwam, was het leeg. Eigenlijk had Caroline geluk. Het was gewoon duur kakkerlakgif. Monica houdt echt van soapopera's. Ze gaat er helemaal in op. Op dit moment heeft haar favoriete vampier, Toniello, de hoofdpersoon afgewezen. Monica huilde zo hard dat Michael zich zorgen maakte dat ze het hele huis zou laten onderlopen. Maar Michael heeft geld. Hij nam de makkelijke uitweg.
en betaalde de producer van de show om het einde te veranderen. Toniello en Monikienja zouden samen moeten zijn. De producent geeft nu al toe dat Toniello overdreven reageerde. Een uur later wordt een nieuwe aflevering uitgezonden. En Toniello vertelt Monikienja dat hij van haar houdt. Dan verandert hij haar in een vampier. Caroline heeft nog nooit met Lego gespeeld. Maar nu is haar familie rijk. En haar vader heeft een hele set voor haar gekocht. Michael heeft ook nog nooit met Lego gespeeld. Wie kan het wat schelen? Hij is zo rijk nu. Bel gewoon een Lego-man. En Caroline kan alle Lego-leerprogramma's krijgen die ze nodig heeft. Sinds Monika's familie rijk is, hebben ze meer tijd om samen door te brengen. Dus zijn ze een puzzel aan het maken. De kartonnen stukjes doen hen denken aan hoe ze vroeger leefden. Toen ze nauwelijks rond konden komen. Oh, dat stomme karton maakt Michael aan het huilen. Monika herinnert haar familie eraan dat ze nu rijk zijn. Ze zullen nooit meer teruggaan naar hun oude levensstijl. Geen karton meer. Te veel geld kan je ook gek maken. Als je eerst blut was, dan kan het moeilijk zijn om te stoppen. Je wilt gewoon dingen blijven kopen. Het lijkt erop dat je nooit zonder geld komt te zitten. Maar Michael weet hoe dit afloopt. Hij weet nog hoe het was om blut te zijn. Hij zal het nooit vergeten. Om het verleden in het verleden te houden, moet hij actie ondernemen. Nu is de kluis veel moeilijker te openen. Om een nieuw leven te herdenken, besluit Monika's familie om een nieuwe foto te maken. Dat zal laten zien hoe rijk ze zijn. Het moet duidelijk zijn op de foto. Dus elke nieuwe foto staan er meer en meer dure dingen op. Ieder familielid wil zoveel mogelijk luxe in de foto zetten. Er staan meer spullen op de foto dan familieleden. Michael kon zijn dochter vroeger geen cadeaus geven. Maar nu dat hij het zich kan veroorloven, probeert hij het meer te doen. Vandaag geeft hij haar een hele zak met geld. Maar het lijkt erop dat Caroline het geld zat is. Ze wilde een mooi masker. Nou, zolang ze maar gelukkig is, wie geeft erom geld? Oh, yeah. Thanks. Beautiful. And back to me. Sinds ze rijk zijn, hebben ze gegeten wat ze maar wilden. En zoveel ervan, dat ze een beetje zijn aangekomen. Monika is bezorgd. Dit is een grote verandering. Vanaf deze dag wil ze er zeker van zijn dat iedereen gezond eet. Maar Caroline en Michael haten dit idee. Waarom trakteer je jezelf niet? Ze hebben een punt. Ze hebben zoveel gegeten dat ze klaar lijken voor een winterslaap. Monika wilde de boel opschudden, omdat het dieet niet werkte. Wat dacht je dan van trainen? Als je het elke dag doet, zul je snel effect zien. Maar het is moeilijk om te trainen zonder de juiste motivatie. Maar Michael heeft een manier bedacht om zijn familie te inspireren. Monika's familie is een beetje verwend aan het worden. Ze zijn nu zo lui dat hun herenhuis meer op een vuilnisbelt lijkt. Het is bedekt met vuilnis en willekeurige dingen. Vroeger hield Monika het huis schoon. Maar nu kan ze niet gewoon achter haar zelf opruimen. Dus huurt ze een dienstmeisje. Wacht, dit is verwarrend. Michael moet zich verdedigen tegenover Monika. Ze is echt kwaad. Maar hij kent haar zwakke plekken. En al snel vindt hij de sleutel tot haar hart. Zijn tactiek werkte. En het was zo succesvol dat Caroline besluit om het zelf te proberen. Het is leuk om een pinautomaat als vader te hebben.
Monica denkt dat Michael zijn verstand heeft verloren. Is hij zo dom dat hij een slaapmasker verwisselt met een VR-bril? Nee, dat heeft hij niet. Monica heeft gewoon nog nooit geprobeerd in slaap te vallen op rijke dromen. Monica houdt er misschien niet van, maar Michael kan nu niet meer zonder slapen. Alleen de duurste dromen voor hem. Nergens armoede. Hoewel het een beetje eng kan zijn, Caroline is rijk. En nu heeft ze coole leuke vrienden. Ze hangen rond in geldbubbelbaden. Caroline zou hier de hele dag doorbrengen, als er niet iemand aan de deur stond. Het is onze pizza. Hier is je fooi. Het lijkt erop dat het tijd is om de inzet te verhogen. Het is een slecht idee om te gokken met iemand anders zijn geld. Michael zit zo in het spel dat hij een tandje hoger wil. Ik doe mee. Maar Michael had er eerst over na moeten denken. En de voor's en tegen's overwogen voordat hij er helemaal in ging. Het lijkt erop dat hij alles kwijt is. Hij kan niet eens snikken in zijn kussen, omdat hij het kwijt is. Caroline kon niet eens dromen over al deze dingen. Vroeger, maar nu komen al haar dromen uit. Als ze zich eerst geen poppet kon veroorloven, kan ze nu elke poppet krijgen die ze maar wil. Michael heeft net de zeldzaamste poppet ooit gekocht. Caroline is zo gelukkig. Maar in al deze dure opwinding is er een klein stukje van het verleden. Noppenfolie. Vroeger, toen ze blut waren, bracht Michael haar stukjes bubbeltjesplastic. Het was net zo goed als elk duur stuk speelgoed. Wat vond je van onze nieuwe video? Heb je je kunnen vinden in een van de grappige momenten? Vertel het ons in de comments en we zien je de volgende keer op Troom Troom Trick!